Welkom machinist. Vandaag mag u als afscheidsrit van het spoorkruis in Blauwkapel een extra trein besturen richting het Spoorwegmuseum. Veel succes! Welkom allemaal bij een nieuwe video van Train Simulator. En vandaag rijden wij met een museumtrein. Namelijk de MAT 54 en de MAT 46 van het Nederlandse Spoorwegmuseum. En ja, ik weet het, die van het Spoorwegmuseum heeft een A-sein en geen L-sein. Maar goed, dit leek het meest. Sorry hoor, dat ik de verkeerde MAT 54 heb gekozen. Jongen, 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 jongen. Wie is er weer zo boos? Rob. Rob is boos, dat klopt niet. Ja, we rijden dus met de groene hondenkop. Een echte hondenkop van het Spoorwegmuseum. Terwijl hier een IC Berlijn vertrekt. Met de 1752 op kop. Er komt nog wat aan. Oh, hé, een planu. Een plu. Een planu, ook van het Spoorwegmuseum. Niet instappen, zegt het ding. De internationale trein gaat voor ons langs. Het sein is nog rood. Maar het geeft ons wel even mooi de tijd. Heb ik de deur al open gedaan? Ik heb de deur nog niet open gedaan. Ik zal even de deur open doen, anders gaat het fout. Het geeft ons wel mooi de tijd om even een fotootje te maken. Even kijken, de remmen lossen. Hallo? Oh, Dutch Classics. Zo. Beste Dutch Classics, als je kijkt, doe me een lol. Alsjeblieft. Vertrek zodra je sein veilig toont richting Malibaan. De maximale snelheid van de MAT 46 is 125 km per uur. Ga dus ook niet harder dan deze snelheid. Dutch Classics, als u kijkt, doe me een lol en zet alsjeblieft de remmen op punt, komma en hoge komma en niet op J en L. Verder is dit een prachtig treinstel. 3D gemodelleerd, ziet er perfect uit. En wij vertrekken in de richting van station Malibaan. Station waar we niet vaak komen. En waar het vanaf nu nog moeilijker is om naartoe te rijden met je trein. Voor de simpele reden dat ze het kruis eruit gehaald hebben. En daarom zijn deze extra ritten georganiseerd toen de tijd. Het Spoorwegmuseum heeft die dag, ik geloof een paar, ik weet niet, een stuk of 6 extra ritten. Elke trein reed 2 keer of zo. Een rondje via Soest en dan naar Hilversum en dan via Hilversum weer terug naar Malibaan. Zodat ze over het kruis konden rijden. Het is de laatste keer dat het kruis actief werd gebruikt. In de dienstregeling, dat is niet helemaal waar, want daarna is de kameel er nog een keer overheen geweest. En dat was echt de laatste trein die over het kruis geweest is. En wij komen zo langs station Hilversum Sportpark. Dan gaan wij optrekken naar 125 km per uur, de maximale snelheid van de MAT 46. En hier zien wij een SNG in de richting van, eens even kijken waar die heen gaat, Almere Centrum. Daar gaat hij. Kunnen we mooi eventjes een plaatje maken van deze kant. Onder de mooie Gooise boogjes. Met het museummaterieel. Met een gekoppelde MAT 54 en MAT 46. En ik hoor sommige mensen nu al denken, kan dat? Ja, dat kan. Deze treinen die waren gebouwd om ook met elkaar in tractie te rijden. De koppelingen zitten allebei laag, net als bij de plan U ook. Maar deze treinen konden dus ook daadwerkelijk in tractie rijden. Niet zoals bijvoorbeeld een firm en een koploper, die kunnen elkaar slepen.
Maar die hebben geen elektronica aan boord om de tractie te regelen. Dus als je die allebei aan zou zetten en je zou tractie geven, ja, dan wordt het één grote bonk-baf. Want de ICM die trekt sneller op dan de Virp. Maar die kan niet sneller optrekken, dus dan gaat die slippen. En nou ja, dat wordt één grote ellende. Net zoals de Buffel en de Watloper dat ook konden, kunnen deze treinen dat dus ook. Die kunnen gewoon met elkaar in tractie rijden. Geen enkel probleem. Ja, iemand in de chat zegt de Gooise boogjes, dat zijn monumenten. Nou, dat klopt. Deze bovenleidingsportalen die zijn uitgeroepen tot een monument. Dat wordt ook nog wat op het moment dat je ze moet gaan vervangen. Want elk bovenleidingsportaal, het is hartstikke leuk dat het monumenten zijn. Maar ja, elk portaal op een gegeven moment moet het toch een keer vervangen. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar goed, tot die tijd kunnen we er nog even lekker van genieten. De tractie eraf. We rijden nu 125, 124. Bijna hetzelfde. Station Hollandse Rading is in zicht. Misschien is er iemand in de chat of iemand in de YouTube comments die mij kan vertellen hoe je eigenlijk een MAT 54 moet rijden. Want ik geef nu met de simpele versie, zeg maar, geef ik tractie. Om de passagiers de kans te geven video's en foto's te maken, is de maximumsnelheid op het kruis 20 km per uur. Rijd rustig over het kruis. Gaan we doen. Want ik weet dat sommige treinen, zeker in de... De 1300 bijvoorbeeld, daar moest je op een bepaalde manier mee rijden. Anders blies je verschillende elektrische componenten naar de vaantjes. Kijk, en in Trade Simulator zet ik hem gewoon op standje buren. Dus je hoopt parallel zwakveld, weet ik veel. Maar waarschijnlijk heeft dat iets te maken met de amperagemeter of de voltmeter of weet ik veel. Hou hem tussen bepaalde waarden, anders... Anders gaat het niet goed met dat ding. Gelukkig is het Train Simulator en is het geen echte museumtrein. Even kijken, om 11:30, dat is over 12 minuten, zijn wij in Malibaan. Ja, eigenlijk is het natuurlijk ook een klein rotstukje naar Utrecht-Malibaan toe. Zeker vanuit Hilversum ben je er zo. Het is eigenlijk jammer dat ze dat kruis nu weggehaald hebben. Ook al werd het natuurlijk weinig gebruikt. Maar ja, het is natuurlijk ook weinig gebruikt omdat de spoorlijn aan de andere kant. Het zogenaamde... Hoe heet die spoorlijn ook alweer? Niet de Oosterspoor. Het had een bepaalde naam. Dat stukje, zeg maar, Utrecht-Lunette toe die kant uit. Nou ja, in ieder geval, dat stukje spoor hebben ze ook weggehaald bij het maken van Utrecht-Vaartse Rijn en van die tram. Ja, en als je er achteraf over nadenkt, is het toch eigenlijk eeuwig zonde dat ze niet die spoorlijn, die Oosterspoorweg, toch nog een dive under hebben gegeven naar Utrecht-Vaartse Rijn, naar Lunetten en naar Arnhem. Want daar had je toch nog weer, weet je, je had goederentreinen ermee om kunnen leiden. Als er stront aan te knikken was, dan had je in ieder geval nog de Nightjets op dit moment, weet je wel. En de ICE's had je om kunnen leiden via het Spoorwegmuseum. En daarnaast, hoe vet is het, toen ik vroeger klein was en ik ging naar het Spoorwegmuseum, dan komen er natuurlijk van die enorme goederentreinen, toen nog met een Ludmilla, een 1200 en zo, kwamen er door dat hele ding heen gesjeest. Hartstikke leuk. Ik bedoel, daar is het Spoorwegmuseum voor. Maar ja, helaas moest het zo zijn, hebben ze alles gesloopt. Wat denk je dat het kost voor een paar omleidingen? Nou ja,
Weet je, als je dan toch aan de gang bent, dan kost het niet zoveel extra. Weet je, als je het nu zou doen, dan kost het miljarden. Maar weet je, toen waren ze het allemaal aan het vernieuwen en doen, weet je. En het dan even ondergronds brengen is niet zoveel moeite. Ik bedoel, je bent dan toch al aan het graven, weet je wel. Ja, vroeger ging de museumpendel, die rijdt nu dus naar Amersfoort toe. En dan gaat hij daar langs een of ander perronnetje gaat hij staan. En dan keert hij naar terug naar Malibaan. Vroeger ging hij dus via de andere kant, ging hij via Lunetten. Ik ben ook nog aangekomen op dat zakspoortje aan het einde van het Spoormuseum. Dat was speciaal bedoeld voor treinen naar het museum toe. Want anders stonden ze in de weg. Dan stonden ze dus op de hoofdspoorbaan waar de goederentreinen reden. Hey, ICM. En rechts een kameel, maar de ICM is mooier. Even gaan remmen voor het kruispunt. Dit kruispunt is dus niet meer in het echt. Is opgeheven, is gesloopt. De hele spoorlijn is weg. En daar komt een berm over het viaduct heen. Het dubbele kruis. En zoals jullie konden zien hielden we een aantal treinen op. En we gaan weer optrekken in de richting van 60 km per uur. Het stomme is dus, ik dacht dus dat de Malibaan 40 km per uur was. Dat was hij ook. Maar ik zag nu dus de nieuwe plannen. En in de nieuwe plannen is dus dit stukje spoor, dit stukje rechtspoor waar we nu op rijden, dat is er niet meer. Dat is weg. Daarom wilde ik dit scenario ook snel doen. Want ik weet dat Teun, de maker van deze route, die houdt zijn route graag up-to-date. Dus het is goede kans dat in de volgende update dat kruis weg is. Dus ik moest snel een scenario maken. Maar wat er nu dus gebeurt is, er zit op dit spoor wat nu links ligt, daar zit weer een S-bocht in naar het rechterspoor toe. Oh, hier zit wel 40, maar hier wordt het 60. En dit hele stuk naar het Malibaanstation is nu dus 60 geworden. Als ik de tekeningen goed zag. Dus die 40 die we net zagen, die klopte niet. Dat zou 60 moeten zijn. En voor we zo direct bij Malibaan komen, moeten we wel afremmen naar 40 natuurlijk. Maar goed, we mogen nog wel een stukje wat harder. Even lekker toeteren door Utrecht heen. Ja, en de spoorlijn die hier links ligt, die is dus opgeheven. Daar kan geen trein meer overheen. De sporen gaan hier uit elkaar, want hier lag vroeger dus ook nog een halte. Een spoorhalte. De oude brons lagen hier in het midden. Kijk, en hier is Prodo al druk bezig met het afbreken van de sporen. Oh, eeuwig zonde, eeuwig zonde. Het had open moeten blijven, naar mijn mening. Maar goed, het zal wel te duur geweest zijn. We gaan afremmen naar 40. Voor het laatste stukje naar Utrecht-Malibaan, het Spoorwegmuseum. Mat 54 met de mat 46. Dat blijft een leuke combi.
En ongeveer 5 minuten te vroeg komen we aan op station Utrecht Maliebaan. Het Spoorwegmuseum. Vijf minuten te vroeg. Clipmeneer zegt, we zijn te vroeg. Ja, ik heb dus gerekend met 40 km per uur dit hele stuk. Dat scheelt 2 à 3 minuten. En rechts staat de SLT naar Utrecht Centraal klaar. Nu weet ik niet of hij tegenwoordig met een SNG gereden wordt. Maliebaan, station Utrecht, Maliebaan. Eindpunt van deze bijzondere rit. Ja, kijk, en het zakspoortje wat ik bedoel, dat is dit zakspoortje hier. Vroeger lag hier dus een perron. Hiero, zeg maar. En dan reed je hier zo naar binnen en dan, die SGM die stond letterlijk tot hier met zijn neus. Er zijn ook vaak ongelukken gebeurd hier. De Mat 46, deze is toegeraakt door een SGM, door een glijdende SGM. Die gleed door op dat zakspoortje tegen die Mat 46 aan. Dat was nog een heel dingetje. Het is het interieur van de Mat 46 trouwens, niet van de 54. Veilig aangekomen op Utrecht Maliebaan. Einde van dit scenario met een hoop gesis van de remmen. Gemaakt door koploper Mouw. Ook dit scenario kan je op een laatste moment downloaden op Dutch Sims. Als je het zelf wil rijden, ga dus even naar Dutch Sims. Ik adviseer je om het snel te doen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat het scenario al niet meer werkt. Als Teun, de maker van de route heeft geüpdate. Dus wees er snel bij. Ik dank jullie voor het kijken. Volg mij op YouTube en ook op Twitch als je een keertje live mee wil kijken. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video. Valerie.